Door een toenemende wereldwijde bevolkingsgroei en welvaart worden natuurlijke grondstoffen met de dag schaarser. Door de verbranding van afval neemt de milieudruk explosief toe. Daar komt bij dat het verbranden van restproducten zoals kunststoffen zeer kostbaar is. Je hoeft dan ook geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te beseffen dat het logisch is om herbruikbare restproducten als afzonderlijke grondstoffen te zien. Van afval scheiden naar grondstoffen inzamelen. In deze uitzending van Westland Report het voornemen om te starten met een proef voor het inzamelen van kunststofverpakkingsmateriaal in het Westlandse buitengebied. Afval is geen afval meer, maar afval is grondstof. En grondstof kunnen we weer hergebruiken en hergebruiken en hergebruiken. Denk aan het papier, denk aan het GFT, denk aan het kunststofverpakkingsmateriaal. En daar staan we dus hier in het bijzonder voor, om daar in de toekomst proeven mee te gaan nemen. Westland is een innovatieve gemeente met oog voor duurzaamheid. Zo zijn de Westlandse kassen steeds vaker energieleverancier in plaats van energieverbruiker en worden warmte, CO2 en water zorgvuldig hergebruikt. Het scheiden van grondstoffen voor recycling past uitstekend in het streven van de gemeente om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn. We zitten niet helemaal bij de top, maar we zitten wel bij de bovenste regionen. Wat dat betreft doen we het wat prijs-kwaliteit verhouding, doen we dat echt best redelijk. Maar het kan nog veel beter. En daarom roepen we eigenlijk onze burgers op om nog beter afval te scheiden dan dat ze nu al doen. Westland is voortvarend met het gescheiden inzamelen van groente, fruit en tuinafval. Glas verdwijnt meestal in de glasbak en ook oude kleding en schoenen krijgen steeds vaker een nieuw leven. Ook de Westlandse gemeentewerven worden druk bezocht voor het wegbrengen van huishoudelijk afval. De gemeente Westland heeft 3 afvalbrengstations. En daar proberen wij de burgers die grof huishoudelijk afval komen brengen, de stromen zoveel mogelijk te laten scheiden. Voor een beter milieu en om de boel af te voeren te verwerken tegen zo laag mogelijke kosten. Zo'n beetje 55.000 ton in zijn totaliteit zamelen we in de gemeente Westland. Daarvan wordt 56% gescheiden afgevoerd. En de landelijke norm is momenteel 60%. En die zal na 2015 verhoogd gaan worden naar misschien wel 80%. Het verbranden van restafval kost de gemeente Westland ongeveer 90 euro per ton. Daar staat tegenover dat het inleveren van kunststof, zoals verpakkingsmateriaal, 475 euro per ton oplevert. Met andere woorden, het scheiden van kunststof levert de gemeente, de burger, netto 565 euro per ton op. Uit landelijk onderzoek blijkt dat er per persoon tussen de 20 en 25 kilo kunststof ingezameld kan worden. In Westland bedraagt het momenteel circa 1,5 kilo. Wij houden 2 keer per jaar houden we een sorteeranalyse. Dan doen we monsters nemen uit het restafval binnen de gemeente Westland. En dat afval dat sorteren wij uit. En dan kunnen we precies zien welke percentages grondstoffen er in dat restafval zitten. Als je praat bijvoorbeeld over GFT, er zit nog 35% GFT in het restafval. Ik zeg 35%, maar dat is 8 miljoen kilo wat er via het restafval wordt verbrand. Praat je over kunststof, dan zitten nog 2 miljoen kilo kunststofverpakkingen in het restafval. Voor het zorgvuldig scheiden van grondstoffen zijn goede voorzieningen nodig. In 2010 is de gemeente Westland daarom gestart met speciale voorzieningen in de dorpskernen voor het wegbrengen van kunststof. Dit voorjaar start de gemeente als proef met het inzamelen van kunststof in het Westlandse buitengebied. We hebben dus afgelopen jaar hebben we ook 2 keer die sorteeranalyse dus in het buitengebied gedaan, maar dan ook in het proefgebied in Schravenzanden. En daar blijkt uit dat er toch meer kunststofverpakkingen in het buitengebied zitten ook als in het binnengebied. Mensen die in de kernen wonen, die hebben de beschikking over zeg maar 50 plekken waar een ondergronds container is geplaatst voor kunststofverpakkingen. En daarnaast hebben we natuurlijk 3 gemeentewerven waar ze ook de spulletjes naartoe kunnen brengen. Dus wat we willen doen is een proef in Schravenzanden, in het buitengebied van Schravenzanden. Om daar 1000 minicontainers uit te gaan zetten en daar kunststofverpakkingsmateriaal mee in te gaan zamelen. En dan komen we wel op een andere cyclus. We doen nu rest GFT zeg maar om de week. En we zijn dan van plan om rest GFT, kunststof GFT in te gaan zamelen. Ik vind het een heel goed idee. Want alle beetjes helpen. En als we het nu eigenlijk in de eigen tuin kunnen verzamelen, dan denk ik dat het iets makkelijker en beter gaat als dat je met een zakje naar een container moet. Momenteel scheid ik het niet omdat ik naar de kern vind ik toch te ver rijden, te veel moeite. En om dan een aparte plastic zak te gebruiken om alles te verzamelen, dat kost toch te veel moeite. En aangezien we hier de ruimte hebben om deze bak te plaatsen, ja, zou ik er wel gebruik van maken.
Het is gebleken in het buitengebied moeten de mensen er toch veel meer moeite voor doen om hun afval, hun grondstoffen goed te scheiden. En ik denk dat wij de mensen moeten faciliteren met goede spullen, dat ze het ook kunnen. Waar kan de container nog meer verdienen tijdens de inzamelronde? Om een klein voorbeeld te geven, zou je heel simpelweg een klein plastic zakje aan de bak kunnen hangen. Met je telefoon, met een lady shave, met een elektrische tandenborstel. Het maakt niet uit, maar je hoeft dan niet speciaal naar een gemeentewerf. En het wordt op een goede manier wordt het gerecycled. De proef wordt zorgvuldig gevolgd en geëvalueerd. En op basis van de resultaten eventueel ook uitgerold over het hele buitengebied. We zijn al bij wat burgers geweest hè, om het verhaal te brengen en om te polsen wat de reacties zijn. Daar gaan we in ieder geval mee verder. Dus we gaan nog meer burgers benaderen. En daarnaast gaan we inloopavond organiseren voor de mensen die in dat buitengebied wonen waar we die proef gaan doen. Zodat ook zij geïnformeerd kunnen worden over het hele gebeuren. Ten slotte nog dit. Een gemiddeld huishouden produceert 550 kilo restafval per jaar. De keuken is wat dat betreft een heuse grondstoffengoudmijn. Op de lange termijn zou het restafval teruggebracht moeten worden naar 25 kilo per persoon per jaar. Grondstoffen raken op. Dat is eigenlijk de boodschap. En ook ons nageslacht moet natuurlijk verder kunnen op deze aardbol. En daarom is het gewoon van groot belang om al die stromen gescheiden af te voeren en te hergebruiken. Of op een goede manier te verwerken.